mij heel veel hele mooie vragen gesteld. Van, goh Joyce, wat ben je allemaal aan het doen? En oké, je werkt nu als fysio. Maar vind je het leuk? Geef het eens een cijfer. Hoe leuk vind je het? Hoeveel energie gaat erin zitten? Ja, en toen belandde ik in het ziekenhuis met hartstops. Dat was echt bizar. Toen kwam ik in het ziekenhuis. Was je dood even? Ja. Ja. En heb je dat bewust meegemaakt of niet? Ja, ja. Ja, fantastisch vond ik het. Die 15 seconden. Maar elke keer als ik terugkwam, dus dan kwam ik terug. En dan dacht ik altijd van, oh, ik wil terug. Ik wilde altijd terug naar dat gevoel. Tijdens die hartstop dus. Ja, en moeilijk iets ook kan zijn, dat je toestaat dat iets ook gewoon moeilijk mag zijn. Mm. Maar wij leven allemaal naar het liefst zo makkelijk mogelijk. Ja, ja, ja. Zo dat is zonde van het leven, joh. Als je niet naar je onderbuikgevoel, naar je hart gaat leven. En je kunt wel kiezen, dus dan ga je weer op onderzoek uit. Wat wil ik? Wat doe ik? En vooral ook, wat voel ik echt diep van binnen? Die antwoorden zitten er. En dan is het, heb je de moed om een keuze te maken? Ja. Hoppakee, welkom bij de Busgenieten podcast. Yes. Naast mij zit Joyce, rockfan. En Joyce, die ken ik eigenlijk niet, maar blijkbaar van vroeger. Mijn moeder had verteld over Joyce. Volgens mij ben ik ook via mijn moeder bij jou terechtgekomen op Instagram. Ja, dat klopt. Toen ben ik jou gaan volgen en dacht ik, oh mooi, die zegt goede dingen. Dan dacht ik, ja, dat vind ik wel leuk om op de podcast uit te nodigen. Ja, jij doet verschillende dingen, dus ik ga jou niet voorstellen, maar dat mag jij zelf doen. Wie ben jij in het kort voor de mensen die jou niet kennen? Ik ben dus Joyce. Ik ben orthomoleculair therapeut en ACT-therapeut. ACT staat voor Acceptance Commitment Therapy. Ik ben eigenlijk begonnen als orthomoleculair therapeut, omdat ik heel graag naar oorzaken van problemen wilde gaan. Maar al snel kwam ik erachter van, oké, dan hebben we heel duidelijk dat iemand voedselintoleranties heeft, bepaalde tekorten, hoge stressparameters. En dan kun je een behandelplan maken, maar dat werkt dan niet zo heel simpel. Dus ben ik ook met de ACT begonnen en coach en begeleid ik mensen daar nu ook in. Dat is eigenlijk even in het kort wat ik doe. En ik ben dan ook nog fysiotherapeut en sportinstructrice. Dus ik probeer altijd wel van alles een beetje mee te pakken. Oké, en doe je dan zeg maar een gemiddelde sessie? Hoe ziet die er dan ongeveer uit? Of is dat heel verschillend? Ja, ik start heel vaak, daar heb jij misschien al wel over gelezen, over de EMB-test. Weet nee. je wat? Nee, ken ik niet. EMB staat voor energetisch morfologische bloedtest. Oké. Dus dan prik ik bloed bij iemand en dan krijg je echt een heel supergoed beeld over hoe iemand ervoor staat. Qua vitamine, mineralen, voedselintoleranties, stressparameters, maar ook darmparameters. Blokkades, energetische blokkades. Denk aan maag, lever, schildklier, dat allemaal. Nou, dan krijg ik dat dus te zien en dan zie je ook van oké, wat wijkt eraf en in hoeverre wijkt het af? Zie ik bijvoorbeeld dat een darm helemaal van de wap is, dan denk ik, oké, daar wil ik wel echt graag beginnen. Want in de darm maak jij ook jouw neurotransmitters aan. Denk aan serotonine, dopamine. Die komen ook uit de test. Ja, en dan ga ik eigenlijk laagje voor laagje kijken, waar moeten we beginnen? Is die darm een puinhoop? Ja, dan denk ik, oké, we kunnen wel beginnen met coaching. Maar als jij die serotonine en dopamine niet aanmaakt, dan kunnen we heel veel gesprekken gaan voeren. Maar dan gaat er nog niet heel veel gebeuren. Oké, interessant. Ja, dat is echt heel tof. Want dan kun je dus echt een heel mooi begin maken en daaromheen iemand gaan coachen. Oké, dus je begint eigenlijk bij het lichaam. Ja, ja. En dan verder naar het mentale. Zeg maar. Ja. Ja, als iemand met depressieve gevoelens bij mij komt, dan wil ik dus weten van oké, hoe staat het met de GABA, serotonine, dopamine, dus echt die neurotransmitters. Zie ik dat dat dus echt afwijkt, dan denk ik oké, dan gaan we daar beginnen. Dan gaan we eerst eens kijken hoe het dan met iemand gaat. En dan na een paar weken komt iemand terug. En die zegt dan van ja, ik merk dat mijn stemmingswisselingen iets minder zijn, maar ik ben nog wel heel erg neerslachtig bijvoorbeeld. Dan gaan we daarop door en dan gebruik ik vaak mijn ACT-tools. Dus dan ga ik ook onderzoeken van goh, hè, wat doe je allemaal? Wat doe je qua vermijding, controle? Leef je naar jouw waarde? Dan gaan we echt op onderzoek. Ja, precies. Iemand doet dat dan zelf. Ik plant het zaadje, zeg ik altijd.
En stel zo'n darm is niet goed, hoe komt dat dan? Is dat dan, kan dat door eten komen of waar heeft dat dan mee te maken? Ja, dat kan. Maar het kan ook zijn, ik zie ook heel veel mensen in de praktijk die best wel wat medicijnen slikken. Of antibiotica kuur hebben gehad, of heel veel stress hebben gehad. Of dat kan van alles zijn. Of ermee geboren zijn met koemelkallergie bijvoorbeeld. Die al vanaf baby darmkramp hadden en altijd dat zo hebben gehouden. Komt best veel voor, hoor, darmproblemen. En je darm is toch wel je tweede brein. Daar wordt wel steeds meer over bekend. Ja, je hebt eigenlijk je brein, je hoofdbrein, je hartbrein en je buikbrein. Ja, je buikbrein is je darm. En jouw darm die communiceert ook met jouw hersenen. De nervus vagus, dat is de zenuw, die verbindt jouw darmen met jouw hersenen. Dus die stuurt die neurotransmitters naar boven. Ja, gebeurt dat niet, dan gaat het hier ook niet goed. Dus het is wel echt belangrijk om die twee in balans te hebben. En inderdaad je hart niet te vergeten. Ja. Heel belangrijk. Dat is inderdaad mindfulness, meditatie. Daar ben ik wel benieuwd. Dan kunnen we misschien daar even verder op ingaan. Maar, heel even terug naar de eerste vraag die ik altijd stel. Waar kun je echt bewust van genieten? Waar ik bewust van kan genieten? Ik kan echt bewust genieten van de stilte. Oh ja. Ja, dat is echt bijzonder. Dat kon ik echt nooit. Ik denk dat ik echt wel een ADHD'er ben. Denk ik. Ik wil die diagnose niet, maar ik ben echt wel gewoon druk, super enthousiast. Dus ik weet van mezelf ook dat ik die stilte nodig heb om gewoon in balans te blijven. Dus ik vertelde jou net voordat we gingen opnemen al van, ik wandel graag in de natuur, zonder podcast, zonder muziek, zonder prikkels. Ja, daar kan ik echt bewust van genieten. Ja. En dan denk ik ook niet na. Ja, ik zag toevallig volgens mij vandaag, want ik ging even op jouw profiel weer kijken, een post over de stilte. Ja. Nou, dat was dus, ik was naar Portugal, dat wist jij, hè? Ja. Ik was, ben nu een week, bijna 2 weken terug. En daar waren ook, ik schrok me kapot, joh. Er waren dus, was dus iemand bij en die kende geen stilte, dus die moest in slaap vallen met podcast aan, een muziekje aan, iets anders aan, iets van prikkels. Ja, bizar, hè? Dat vond ik dacht van, echt waar? Wow. Ja, dat hoor ik ook vaak. En hoe komt dat dan, denk je? Je bent al zo geprogrammeerd, hè? Dus dat ben je gewend. Maar dan moet je juist daar doorheen, zeg ik altijd. Ga het ongemak maar aan. Kijk het monster maar in de ogen aan. Ga de stilte maar opzoeken. En dan loop je in het begin tegen de muur omhoog. Ik ook, hoor. Toen ik ben 4 jaar geleden gescheiden en ik heb co-ouderschap. Als mijn kinderen dan weggingen en ik had geen partner, dan dacht ik echt van, nou zit ik hier. En dan ging ik afspreken met vriendinnen of ik ging dingen doen. Ik liep er echt voor weg van die stilte. Ja. Toen dacht ik op een gegeven moment, zeker toen ik die act ging doen en steeds meer, ik ging steeds meer lezen. Jij bent de liefde van Dr. Juriaan had ik gelezen, Michael Pilacic, cursussen, boeken. Ik denk, die stilte is eigenlijk wel heel belangrijk. Toen dacht ik, dan ga ik toch eens aan. Ja, dat was echt wel knetterzwaar, vond ik. Op het begin, ja. Ja, vond ik echt, hoor. Dat ik dacht van, waar is dit goed voor? Dat vooral. Maar je komt wel echt bij jezelf. Ja. Ja, ik hoor dat wat jij nu zegt, hoor ik heel vaak in de praktijk. Mensen ook met tv aan in slaap vallen. Ja. En dan stellen ze de tv in, dat die uit... Ja, prikkels. We hebben ook de hele dag door prikkels. Maar ik merk ook wel sowieso... omdat we, als ik bijvoorbeeld terugkijk naar... 2 jaar geleden of zo, of 3 jaar geleden. Ik heb ook het idee dat de afgelopen 2 jaar... is het echt nog meer geworden. Ook, na die corona ook wel. Ja, ook daarin. En dan natuurlijk vooral in social media. Ja, kijk, zeker. Ik scroll er zelf niet bewust op dat ik denk, ga even scrollen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel de valkuil dat ik dan een DM of zo wil beantwoorden. En ineens zit ik in die fucking zone. En dan, dan zit ik daar even op zich niet heel lang in. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb een soort van mezelf getraind om dan wel... dit was ik even helemaal niet aan het doen. Maar gewoon ik zie gewoon de snelheid op social media waar ik zelf ook... moet integreren. Ja. Omdat de spanningsboog is gewoon veel minder. Ja, dat mensen. Is zo. Ja. Ja, social media is echt wel een dingetje. Hè? Ja. Dat kennen we denk ik allemaal wel. Ja, lijp. Oké, en
Ik ben benieuwd. Jij, wat is jouw leeftijd nu? 41. 41. En hoe lang geleden ben jij begonnen met ondernemen? 8 jaar geleden ben ik mijn praktijk begonnen. Maar dat was echt vooral het orthomoleculaire. Ja, en daarvoor fysio. Ja, daarvoor ben ik 10 jaar fysiotherapeut geweest. En daar, en even denken, ja, als fysiotherapeut was mijn eerste serieuze baan. Voor de opleiding fysiotherapie heb ik SIOS gedaan, sportopleiding. Oké. Okay. En ja, ik ben heel benieuwd naar jouw ondernemersreis. En ook naar jouw persoonlijke reis. Die mix daarin, ja, in hoe je bent begonnen, waar je bent tegengekomen, waar je doorheen bent gegaan. Uitdagingen, moeilijke dingen. Eigenlijk voor mensen die dus ook, nou ja, of ze nou willen ondernemen of iets anders. Ja, die tegen bepaalde beperkingen of gedachten aanlopen, waardoor ze misschien denken dat ze het niet kunnen of dat het moeilijk is of et cetera. Ja, daar kan ik wel veel over doen. Kun je daar wat over vertellen? Ik zeg altijd, daar kan ik een boek over schrijven. Dat ga ik ook echt nog wel doen, maar ik weet, dat is heel veel werk. Ja, ik ben eigenlijk begonnen. Ik was dus fysiotherapeut en ik zag echt veel mensen op een dag. Hè. Als fysio is gewoon een half uurtje de ene tot de volgende. En dat was 15 mensen op een dag. Ja, ik was altijd ook best wel moe. Maar ik had zelf ook heel veel lichamelijke klachten. Veel darmklachten, veel last van vermoeidheid. Nou, ik hielp wel andere mensen waarbij ik ook wel eens dacht van ja, het voelt soms een beetje als dweilen met de kraan open. Dan was iemand van zijn klachten af en na een week of 8 kwam diegene weer terug. Mm-hmm. Dan was ze terug. Dacht ik, dat is toch eigenlijk raar dat dat dan weer opgebouwd wordt. Ik denk, doe ik dan iets niet goed of ligt het meer bij diegene? En toen begon het maar op te vallen dat ik zelf best wel eens regelmatig aan de huisarts ging met mijn klachten. Dan werd ik wel doorverwezen. Maar ook ik als fysio, dat we veel te veel bezig zijn met de symptomen bestrijden. Dat vooral. Pilletje hier, massage bij nekklachten. We gaan nooit naar de oorzaak regulier. Dat valt mij vooral heel erg op. Ja. Dus toen dacht ik van, ah, dat kan anders, dat moet anders. Toen ben ik in de orthomoleculaire wereld beland. Maar dat kwam eigenlijk omdat ik ging daar steeds meer over lezen en eigenlijk gewoon echt googlen. Ik ging gewoon googlen van oorzaak, gevolg, darmklachten, vermoeidheid, dat. Toen ben ik informatie gaan inwinnen. Ben ik in een open dag gegaan. Toen dacht ik, oh, dat lijkt me super tof. Ik ga gewoon die opleiding volgen. Gewoon tot orthomoleculair therapeut. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar een hele opleiding meteen. Ik denk, ja, is toch tof. En mijn baas, die zei ook van, nou ja, je krijgt ook een budget voor opleiding. Hij vond op zich ook wel een mooie aanvulling. Dus zo gezegd, zo gedaan. Maar toen was ik uiteindelijk orthomoleculair therapeut. Ik denk, ik ga dit niet combineren. Ik ga dit voor mezelf doen. Er ligt gewoon een wereld voor me open, joh. Dit is gewoon echt super vet, super tof. Dit is gewoon eigenlijk wat ik wil. Ik wil gewoon naar oorzaken gaan. Ik wil niet de hele dag dweilen met de kraan open. Toen ben ik voor mezelf begonnen en toen ben ik nog als fysio blijven werken. 20 uurtjes. Okay. De praktijk ging heel snel. Ja, niet langer, want ik merkte van ja, op een gegeven moment lukt dat ook niet meer. Als je focus daar ligt, dan, ja, ik kan dat niet. Toen dacht ik van, ja, ik ga gewoon voor die praktijk. Ik trek de stekker eruit en ik ga gewoon helemaal volledig voor die praktijk. Heb ik overigens niet zomaar besloten. Want ik ben toen ook bij iemand terechtgekomen. Bij een psychologe. Floor heette zij. En die heeft mij wel echt heel veel inzichten gegeven. Nou, die heeft mij heel veel hele mooie vragen gesteld. Van, goh Joyce, wat ben je allemaal aan het doen? En oké, je werkt nu als fysio, maar vind je het leuk? Geef het eens een cijfer. Hoe leuk vind je het? Hoeveel energie gaat erin zitten? Echt van die waardelijstjes. Mm-hmm. En toen dacht ik echt van, wat ben ik toch allemaal aan het doen? Ik ben eigenlijk vooral heel sociaal wenselijk aan het doen en vooral eigenlijk met mijn verstand alles aan het doen. Want ik dacht steeds, ja, ik moet wel als fysio blijven werken, want dan is mijn pensioen geregeld en heb ik gewoon een vast inkomen, vakantiegeld en als ik ziek ben, dan word ik doorbetaald. Dus eigenlijk allemaal verstandelijke keuzes. Yeah. Want ik kwam er al vrij snel achter bij haar van, het liefst wil ik daar eigenlijk gewoon mee stoppen. Yeah. En dan kwam er elke keer zo'n maar achteraan. En hoe ik bij, is op zich ook wel interessant, hoe ik bij Floor, bij die psychologe terecht ben gekomen. Ik dacht altijd, het gaat allemaal goed met mij. Ik heb 3 kinderen. Toen de jongste 4, 9 weken was, had zij een ALTE. Weet je wat het is? ALTE? Ja. Apparent Life Threatening Event. Dus iets met de aderen, toch? Ja, dan tref je ze eigenlijk levenloos aan. Dus er is geen hartslag, geen ademhaling en ze zijn een beetje blauwig.
Okay. Dus je treft ze eigenlijk gewoon dood aan. Nou, dat is ons overkomen. Dus zij was 9 weken en ik dacht van, what the fuck? Ik denk alles checken, ze ademt niet meer hard. Ik denk, ben ik nu gek of is dit nu echt? Toen heb ik haar opgepakt, ben ik naar buitengrens. Heb ik mijn toenmalige partner geroepen van, Viva leeft niet meer. En echt gegild, in paniek geraakt. Toen heb ik 112 meteen gebeld en haar aan haar vader gegeven. Die is gaan reanimeren. Het was echt dus, ze deed echt niks meer. Ja, uiteindelijk gereanimeerd en ze kwam weer tot leven. Dus ik hoorde haar ook echt van ver terugkomen. Zij is gaan huilen. En dat was 1 juli 2017. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Ik had al mijn eigen praktijk. En toen dacht ik van, toen ben ik eigenlijk ook meteen mee doorgaan. Maar ik kon daar heel makkelijk over praten. Dus ik denk, oh, ik heb daar geen last van. Ze kon daar heel makkelijk gewoon over praten wat er gebeurd was. En toen dacht ik, nou, en door. En toen in december, een half jaar daarna, kreeg ik nachtmerries. Mijn kinderen gingen elke keer dood. Dan verdronken ze, dan vielen ze van het balkon. Dan werden ze overreden door een auto. En ik werd er helemaal gek van. Ik denk, ik word gestoord, zeg. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. En zo ben ik toen bij Floor gekomen. Want die huisarts had zoiets van, hey, dat kan wel eens een trauma zijn van toen, wat je hebt meegemaakt. Yeah. Want ik had natuurlijk wel gewoon, ja, een moment heb ik gevoeld dat mijn kind dood was. Dat heb ik gewoon wel even zo ervaren. Ik dacht ook echt van, ze is dood. Wow. En toen ben ik met Floor ben ik gaan zitten. En Floor was dan een psycholoog, maar ik vond wel, zij heeft me ook een mindfulness training laten doen. Zo'n 8 weken mindfulness training. Zij wilde echt dat ik ging voelen. Ze zei, jij zit zo in jouw hoofd. Het is echt bizar, zo geprogrammeerd. Van ja, ik moet wel als fysio blijven werken. En op een gegeven moment gaf ik ook heel eerlijk aan. Ik zit ook helemaal niet lekker in mijn huwelijk. Maar ja, ik zei, we hebben 3 kinderen. Dus ja, dat zal wel moeten. Daar moet ik gewoon mee doorgaan. Dus ik had allemaal, ja, ik was gewoon echt geprogrammeerd. Nou, tijdens die reis met Floor kwam ik wel achter hè, van, wat wil ik nu? Als ik echt zou mogen kiezen wat ik zou willen, wat zou ik dan doen? Nou, of met de relatie stoppen of in relatietherapie gaan, dat verandert. Als fysio stoppen. Ja, toen is er heel veel gebeurd. Toen ben ik mijn baan op gaan zeggen. Mijn ex-man inmiddels dus wel gescheiden. Maar we zijn in relatietherapie gegaan. Dat hebben we echt 2 jaar gedaan. Ik ben echt aan de slag gegaan toen. Ja, en toen dacht ik ook van, what the fuck, hè? Dan ben ik orthomoleculair therapeut. Dan denk ik, oh, hè, ik kan het allemaal. Ik ben goed bezig met mijn voeding en mijn supplementjes. Ja. Klopt ook niet helemaal dan. En ik heb toen uitgesproken, uiteindelijk zijn we begonnen met relatietherapie. Maar ik had al vrij snel zoiets van, ja, het is eigenlijk gewoon over. Ik merk dat er helemaal geen ruimte meer is. We hebben ook veel te lang door aangemodderd. Mm-hmm. Onze communicatie verliep niet lekker. Ja, en toen belandde ik in het ziekenhuis met hartstops. De Alte? Nee, dat was bij mij een hartritmestoornis. Maar echt een stop van 15 seconden. Wow. Ja, dat is 20 november, moet ik het goed zeggen, 20 november 2019. Dat is 4,5 jaar geleden. Ja. Dat was echt bizar. Toen kwam ik in het ziekenhuis. Was je dood even? Ja. Ja. En heb je dat bewust meegemaakt of niet? Ja. Ja. Ja, fantastisch vond ik het. Die 15 seconden. Nee, weet je. Dat is echt heel raar. Ja. Vertel. Nee, dat weet ik niet. En iedereen vraagt, waar zag je dan? Ik zei, nee, we gaan er niks mooi. Ik ga het niet mooier maken dan het is. Het is een gevoel. Ik kan echt niet zeggen wat ik daar zag en zo. Echt niet. Want iedereen vraagt, dan zag je een tunnel? Zag je een paradijs? Waar was je? Nee, zo werkt het bij mij niet. Hè. Er zijn mensen die zien een tunnel en die zien het licht en weet ik het allemaal wat. Ik viel weg en dat is een paar keer gebeurd die avond. En Je viel daarvoor al een beetje weg. Ja, ik werd heel misselijk. Dus ik werd dan echt extreem misselijk. Dan ging ik of braken of net niet. Dan viel ik weg. Dus gewoon echt helemaal nok. Gewoon echt oud. Dan werd ik wakker. En dan voelde ik dat het hier warm was. Want dan had ik mijn urine en alles laten lopen. Ja, mijn urine, ontlasting niet. Maar ja, dat was dus al een teken van... Dat gaat iets niet goed. Was er iemand bij jou of niet?
De eerste keer niet, maar toen de ambulance mij had meegenomen, toen lag ik in het ziekenhuis. Dus kwam ik allemaal binnengestorven natuurlijk, want ze krijgen bespoedeisende hulp, een seintje, dat mijn hart en mij was gestopt. Dus stonden, toen ik wakker werd, stond er een heel team om me heen. En ze hadden schijnbaar ook die defibrillators al klaar. Ja, en toen ik dus terugkwam, toen dacht ik ook van, ik weet gewoon nog heel goed. Ik heb het een paar keer meegemaakt, best wel vaak zelfs ook. Nee joh. Ja, ik heb het vaker meegemaakt, maar we hebben nooit de link gelegd dat dat mijn hart was. Er werd altijd een beetje gezegd, flauwvallen, stress. Ja, echt bizar. Daarvoor al? Ja joh. Oh joh. Ja, jaren had ik dat wel eens. Niet vaak, maar ik had dat wel eens. En ik heb altijd gezegd, ik ga dan even dood en dan kom ik weer terug. Dat heb je ook echt gezegd? Ja, heb ik altijd gezegd tegen neurologen, cardiologen. En ze hebben mij altijd echt wel onderzocht hoor. Want ze namen het wel serieus. Want wegvallen, braken, in je broek plassen is natuurlijk niet oké. Nee. Ja, ze konden gewoon nooit echt iets aanwijsbaars vinden. Zo van, hey, dit is het. Dus ze hebben wel een keer geroepen, het lijkt wel een vorm van epilepsie. En kreeg dan weer medicijnen voor. Ja, echt bizar. Tot die avond dus, toen konden ze het echt zien. Want toen had ik een ECG, ik had een plakkertje op mijn borst. Dus ze zagen nu ook echt van, wow, dat hart dat stopt gewoon. Nou, gelukkig kwam ik daar zelf dan ook wel weer uit. Maar elke keer als ik terugkwam, dus dan kwam ik terug. En dan dacht ik altijd van, oh, ik wil terug. Ik wilde altijd terug naar dat gevoel. Tijdens die hartstop dus. Ja, dan kwam ik dus wel gewoon weer terug. En dan zag ik allemaal mensen om me heen. En dan dacht ik, oh, dan kwam ik heel langzaam weer tot besef van, oh, dat was het weer. Dat was weer zo'n wegraking. En dan dacht ik altijd, oh, ik wil eigenlijk terug. Was zo fijn. En dan ook, weet ik niet meer wat er was. Maar kun je het verder nog beschrijven buiten dat het gevoel, fijn is? Ja, een gevoel. Gewoon echt een heel fijn, gelukkig, tevreden, bevredigend gevoel. Daarom had ik altijd zoiets, ik wil terug. En toen dacht ik, oh nee, ik ben er weer. En dan vielen die kwartjes. En dan dacht ik ook altijd, als dat nou nog een keer gebeurt, dan ga ik er heel bewust in. Maar ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus altijd wel dat gevoel van, ik wil terug. Dat is me zo goed bijgebleven. Daarom ben ik ook niet bang voor de dood. Gewoon niet. Omdat ik dat gevoel gewoon, ik kan dat zo oproepen. Maar ja, een gevoel kun je bijna niet uitleggen. Ja, fijn. Ja, nee, ja, is zo. Maar je zag niks of zo? Nee. Okay. Terwijl ik wel weet dat ik helemaal gewoon bezig was met een droom. Maar dat was daarna dan ik meteen weer weg. Okay. Wist ik het maar. Dan zou ik het echt, ja. Ik heb me wel eens gedacht van, kan ik dat niet terughalen met hypnose of zo? Ik zou het wel eens nog een keer willen beleven. Maar ik heb zoiets, dan beleef ik als ik dood ben. Is goed. Ja, en daar heb ik toen echt het licht gezien. Want toen moest ik 8 dagen in het ziekenhuis liggen. Op de IC heb ik gelegen. Op de hartbewaking heb ik gelegen. Toen ben ik van alles gaan opzoeken. Michael Pilatje podcast gaan luisteren, gaan lezen. Toen dacht ik, want elke keer vroeg elke arts aan mij van, jeetje, heb jij stress of zo? Ik zei, nee, ik ben wel net voor mezelf begonnen. Ik had mijn praktijk helemaal uitgebreid met de sportscholen bij, yogacentrum. Ik had echt Helboutique Oostwijk, was een supermooi centrum. Ik zei, ja, ik ben wel gewoon knijterhard aan het werken. Maar ik vind het echt superleuk. Toen lag ik daar in het ziekenhuis, toen dacht ik, ja, er is één ding waar ik niet blij mee ben. Ik denk, maar dat ga ik niet zeggen. Dat was mijn huwelijk. Yeah. Ik was gewoon echt niet happy in mijn huwelijk. Maar ja, ik had 3 kleine kinderen. Ik denk, ja, dat ga ik gewoon niet vertellen. En dan heb ik eigenlijk weggestopt. Toen ben ik uit het ziekenhuis gekomen. En toen heb ik natuurlijk wel echt gevoeld van, goh, ik heb gewoon nog een kans. Gewoon, fuck, ik ben gewoon weer oké. Ik heb een pacemaker gekregen. Zo van, hè, als het nog een keer gebeurt. Dus ik dacht van, waar is dat ding eigenlijk voor ook alweer? Een pacemaker? Een peacemaker. Een pacemaker die je stimuleert eigenlijk als mijn hart onder de 45 slagen gaat. Dan gaat hij stimuleren. Ah, oké. Dus dan gaat hij eigenlijk het hart weer activeren. Eigenlijk doet hij gewoon helemaal niks. Alleen als het nodig is. Ja, precies. Oké, check. En toen die maanden na die ziekenhuisopname, toen kwam ik natuurlijk steeds dichter bij mezelf. En ik, ja,
Weet je, je kunt heel lang een bal onder water houden, maar dat gaat natuurlijk niet... Dat kun je wel doen, maar daar heb je jezelf het hardst mee. Ja, ik heb toen een half jaar daarna uitgesproken dat ik wilde scheiden. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dat is natuurlijk super vervelend. 3 kleine kinderen van 3, 5 en 7. Ja, ik had wel zoiets, ik heb dit wel echt nodig. En ik dacht, het enige wat ik nu kan is gewoon vertrouwen hebben in de toekomst, dat het gewoon wel goed komt. Ja, vanuit daar, ja, daar is zoveel gebeurd, joh. Dan maak je het een en ander mee. Het is natuurlijk super verdrietig, pijnlijk. Je komt jezelf echt tegen, want wat ik net al zei, ja, dan sta je er echt alleen voor, de helft van de tijd. De helft van de tijd gingen mijn kinderen natuurlijk weg. Was ik alleen. Mm-hmm. Ja, dan kom je echt bij levensvragen zoals van, ja, ben ik eigenlijk allemaal aan het doen, maar wat wil ik eigenlijk? En ja, eigenlijk was dat mijn mooiste tijd ever. Zwaarste periode ever, maar ook wel de mooiste tijd ever. En toen ben ik uiteindelijk ook de ACT-opleiding aan doen, want ik dacht, ik wil mensen gewoon helpen. Ik wil gewoon dat mensen naar hun waarde gaan leven. En hoe moeilijk iets ook kan zijn, dat je toestaat dat iets ook gewoon moeilijk mag zijn. Mm. Maar wij leven allemaal naar het liefst zo makkelijk mogelijk. Yeah, yeah, yeah. En dat is echt ons ego. Mm-hmm. Gewoon verstandelijke keuzes maken, dat begint toch al na de middelbare school. Ja. Wat zal ik eens gaan doen? Ja, ja, ja. Ja, en als je een hele rare opleiding benoemt, als mensen of kinderen wel eens zeggen, oh, ik wil naar het conservatorium, super tof. Dan zeggen ouders vaak, ja, maar wat wil je daarmee bereiken? Dat zijn allemaal verstandelijke keuzes. Ja. Dat is zo jammer, want ik zeg altijd, wat wil je diep van binnen? Daar komen wij niet zo snel. Dat is echt wat... Mm-hmm. Wat wil ik en wat doe ik? En ja, toen dacht ik wil mensen hiermee helpen. Want het is zo zonde van het leven, joh. Als je niet naar je onderbuikgevoel, naar je hart gaat leven. En die hebben we wel nodig, onze ego. Maar die mag wel iets minder aanwezig zijn. Ja. Ja, en toen ben ik uiteindelijk doorgegaan. Dus met die coaching had ik ook echt het idee, je kan nu iemand nog beter helpen door mijn eigen ervaringen. Ja. Merkte ik ook op, ik begrijp iemand nog beter, kan me nog meer inleven, kan iemand nog beter helpen. Ja, ik kreeg daar zoveel energie van. Ja, en uiteindelijk ben ik ook in het theater ingegaan. Ja. Niet met vol hoofd. Gezien, ja. Ja, ja, mensen herkennen gewoon heel veel. Dan doe ik ook dit verhaal vaak. Ik deel mijn verhaal ook wel gewoon echt, omdat het maakt mij niet uit. Wat ik heb meegemaakt. Ik hoop dat ik mensen kan inspireren. En het is herkenbaar voor veel mensen. Heel veel mensen die gaan niet lekker, die zitten niet lekker in hun vel op hun werk. In hun relatie. Met vrienden. Met ouders. Ja. Familie. Ja. Maar ze gaan maar door. Want ja. Het is... Hè? Veel, eigenlijk heeft heel veel te maken met relaties. Hè? Dus niet alleen liefdesrelaties, maar... Zie ik ook bijvoorbeeld vrienden. Bij de mensen die ik help, is dan een groot onderwerp vaak ja, niet in de juiste omgeving zitten qua vrienden. Ja, en ook met werk ja, is eigenlijk ook een relatie met je collega's of met je baas. Of hè, dan eigenlijk een beetje een pleasend zeker. Gevoel van ik moet daar maar zijn, want ik ben daar verantwoordelijk voor. Ja, nou, dat ben je voor een deel, maar je hebt ook een keuze om te zeggen, hey, doei, ja. Ik ga mijn eigen pad op. En ja. Dat durven heel veel mensen niet. En zo nou, heb je allerlei... manier waardoor conflicten ontstaan. Ja, en relatie, wat jij zegt, heel breed. Vrienden, werk, huwelijken, maakt niet uit. Maar het is vaak het ego wat... mensen laten vaak hun ego bepalen. Echt hun brein. En dan krijg je inderdaad vaak dat please gedrag. Ja. En hoe, wat is dan jouw main tip of 3 main tips, tools om te integreren in je leven... Waardoor jij meer vanuit je gevoel en vanuit je hart leeft. En iets minder vanuit je hoofd. Mijn quote, ik ga hem op een shirt laten bedrukken, ze komen morgen binnen. Is ook minder denken, meer voelen. Hoe doe je dat? De antwoorden zitten al in je. Want als je iets vraagt aan iemand. Ik had toevallig gisteren, even een voorbeeld. Ik had een dame voor me, jonge dame. En ik vroeg van, oké. Zei, ik weet het allemaal even niet, als stage, school, ik weet het gewoon allemaal even niet. Mm, mm, mm. Maar ik ga die stage wel afmaken dit jaar, want anders loop ik een studievertraging op. Ik zeg, ga je graag naar je stage? Nee, ik vind het echt verschrikkelijk, zei ze. Ik ga er echt met tegenzin naartoe. Mm-hmm. Ik zei, dan heb je je antwoord toch al? Maar je maakt hem af, je stage, want dan loop je een studievertraging op.
het antwoord had ze al gegeven. Ik ga er niet graag heen. Ik ga er met tegenzin naartoe. Ik word er gewoon misselijk van, moe. Krijg stress van. Dan heb je eigenlijk je antwoord al in je. Alleen dan komt dat ego met van... ja, maar je kunt niet zomaar stoppen. Het is interessant dat je dat op gaat merken. Wat voel ik echt diep van binnen? Dus als je jezelf afvraagt van... hey, vind ik dit leuk? Nee, het is echt een energielek. Dat is je antwoord. En dan komt er heel vaak de maar, hè? Maar het zal wel moeten, want je kunt niet zomaar stoppen meteen, met je... Ja, dat is je ego. En dat je die gaat zien. Dat je die echt gaat onderscheiden. En als je opmerkt van... hé, die gedachten komen weer met de ja maar... en wat als en toen. Want dat gebeurt heel vaak. Ja maar, wat als, toen. Als je dat opmerkt... en dat is bewustwording. Dus eerst bewustzijn van hé, dat gebeurt. Dan zeg ik altijd... probeer dan je ego's heel even daar op die stoel te zetten. Dat je heel even zegt van... oké, jij heel even daar. En dan ga je mindfulness toepassen. Dan ga je echt stilte opzoeken. Ik zeg altijd... in de stilte vind je de antwoorden. Dan ga je voelen. Alleen maar voelen. En dan niet gaan nadenken, want dan gaan heel veel mensen in het bos wandelen. En dan gaan ze alsnog nadenken, ja, we moeten niet kiezen. En dan zeg ik altijd, nee, dat is allemaal controle wat je wil. Je wil zo snel mogelijk een keuze kunnen maken. Dat is makkelijk. Voelen, ademen, in de natuur zijn, stilte opzoeken. En dan gewoon vertrouwen dat het antwoord wel komt. Gaan leren voelen. Mm. En dat kunnen mensen niet zo heel makkelijk, want dan gaan ze voelen. Dan doen ze een ademhalingsoefening. En dan zeggen ze na die oefening... ik heb het antwoord nog niet gevoeld. Ik ben daar niet zo mee bezig. Het is allemaal controle. Hè? Ik wil echt controle op de situatie hebben. Ja, laat dat los even. Keer gewoon naar binnen en leer gewoon eens voelen. En dat, die antwoorden die zitten er al. Die komen er wel uit. Ja. Maar dat ego. Ja, je moet je wel bewust van zijn. Wat is je brein en wat is je hart? Wat voel je en wat denk je? Sommigen weten dat niet eens, hè? Ja. Je hebt zoiets, ja, maar wat is dan wat? Wat denk ik en wat voel ik? Ik weet het niet, zeggen sommigen ook echt. Ja. En dan stuur ik ze altijd weer naar de stilte. Mindfulness, mediteren. Ja. En dat is spannend en lastig, want dan denken ze, ja, ik mediteer, ja, en nu? En is jouw antwoord op het ontdekken, nou, daar wil ik eigenlijk zo naartoe naar doen. Eerst ontdekken, hè, dat is stap 1 van ontdekken, wat wil ik nou? Moet dan eigenlijk ook gewoon leren voelen? Of heb je er nog een andere tool voor? Want dat is echt een van de main dingen, zeg maar, van de boodschap die ik wil spreiden. Ga doen wat je echt wil en als je het nog niet weet, ga het ontdekken. Ja, ga het ontdekken. Dat is echt op onderzoek uitgaan ook, hè? Dat is echt gaan onderzoeken. Kijk, wat ik toen bijvoorbeeld deed, toen ik fysiotherapeut was. Ik wist wel dat ik het super tof vond. Dat wist ik, met mensen werken. Dat vond ik echt heel tof. Ik denk, ik wil niet met dieren gaan werken. Ik wil ook niet met cijfers gaan werken. Of met vreemde talen. Dat met mensen werken wist ik wel. Yeah. Maar ik dacht, niet op deze manier. Ja, toen ben ik gaan onderzoeken. Ik ben ook gewoon gaan lezen, gaan googlen. Ik denk, ik ga gewoon eens onderzoeken. Van, wat bestaat er allemaal? En dat heb ik met die acten ook weer gedaan. Ik denk, ook wil ik mensen graag gaan coachen. Maar ga ik dan NLP doen? Of ga ik... wat heb je ermee? Je hebt onwijs veel van die coachingsopleidingen ook, hè? En toen kwam ik bij die ACT uit. Toen dacht ik, ja, ACT vind ik echt heel tof. Dat is eigenlijk naar de acceptatie gaan. Dus eigenlijk komt alles erop neer van, het is wat het is. En dan ga je onderzoeken, wat doe je allemaal qua controle en vermijding? Leef je naar je waarde? Hoe staat het met het zelf? Je zelfbeeld, zelfreflectie, zelfvertrouwen, zelfliefde. Dat allemaal is het zelf. Toegewijd handelen, pas je het ook allemaal toe. Ja, dat vond ik echt super tof. Ik denk, ja, dat is ook iets wat bij mij past. Maar dat ga je onderzoeken. En dat is ook echt erop uitgaan. Ga maar eens kijken, ga maar eens contact leggen ook met andere mensen. Hè? Met coaches praten. Dat ben ik toen ook wel echt gaan doen. Echt op onderzoek uitgaan. Ja. Oké, en dan is stap 2, dan weet je dat. En dan moet je het gaan doen. Ja. Want dat is vaak... ja, nog moeilijker misschien wel dan het alleen ontdekken. Ja, dat hoor ik heel veel. Dat mensen dat moeilijk vinden. Ik herken dat niet. Want als ik denk, hé, dat is tof, dan ga ik het gewoon doen. Ja. Vorig jaar ook. Ik was in Ibiza met mijn kinderen. En ik had daar superleuke contacten gelegd met Spanjaarden. Met echte locals daar. Dacht ik, oh, dat is echt tof, hè. Ik had die 1B-test. Ik had verteld wat ik deed. Toen zeiden ze, hé, als je volgende week, als je kinderen bij hun vader zijn, kom dan terug. En dan gaat dat brein meteen, ja, kom dan terug.
Ik ga er niet terug. En waarom niet? Je hebt nog een week vakantie en dan ben je alleen. Je hebt geen plannen. Kom gewoon terug. Toen dacht ik, fuck it, ik ga gewoon terug. Ik denk dan wel heel even van, ja, dat is toch raar. Dan ga ik de kinderen naar hun vader brengen. Dan ga ik weer terugvliegen. Dan komt dat brein natuurlijk met alle beperkende gedachten. Ik kan dat heel makkelijk omzetten. Want ik heb dan zoiets van, hé, eigenlijk vind ik het wel heel erg leuk. Ja, van de eigenlijk maak ik gewoon een actie. Ja. Ik ga niet in de eigenlijk blijven hangen en in de wat als. Nee. Ik dan, denk dan, hé, dat lijkt me leuk. Ik vond het wel rete spannend. Want, alleen, ik ben dan zo iemand die tegen mezelf inmiddels zegt van, oké, ik vind het spannend. Mag het spannend zijn? Hop, actie. En heel veel mensen vinden dat moeilijk, maar dan zeg ik altijd van, oké, nou, dan doe je dat niet. Dan vermijd je dus eigenlijk. Stel, iemand die wil heel graag, die is schilder en die wil eigenlijk wel heel graag binnenhuisarchitect worden. Mm-hmm. Dan zegt hij, ja, maar dan moet ik weer een opleiding gaan volgen. En ja, de vraag is of er dan werk in te vinden is. Dan zeg ik, ja, dat weet je allemaal niet. Die opleiding moet je inderdaad gaan volgen. Maar wat let je? Ga het maar gewoon doen. En dan komen weer die beperkende gedachtes. Dan zeg ik, oké, dan doe je het niet. Dan doe je het niet. Dan kies je ervoor om het niet te doen. En dan word je daar dan gelukkig van. Dus dat is elke keer ook... Ja. Waar kies ik voor? Ja, want dat is een beetje een dun lijntje, vind ik altijd. Van 100% al zijn angsten en beperkende gedachten. Dat zie ik eigenlijk als een soort van hetzelfde. Ja. Alleen denk ik ook dat er een dat lijntje is dun met... Wil je het dan wel echt, zeg maar? Dat vraag ik me soms wel eens af. Van, hè, ja, oké, je wil dit en je wil dat... Kijk, even een heel simpel voorbeeld, gisteren toevallig nog benoemd. Stel je zegt, sporten, hoe krijg ik meer motivatie om te sporten? Ja, jongens, wat hebben jullie gedaan met sporten? Ik wil zo graag gewoon consistent blijven sporten. Ja, dat is allemaal leuk. Als ik nu zeg, jij gaat 4 keer in de week dit jaar sporten, iedere week. En aan het eind van het jaar krijg je dan van mij 1 miljoen. Euro op de bank, cash. Verder dat jij 4 keer in de week gaat, snap je? Dus omdat de why is dan super krachtig. Ja, en klopt. Als die why voor jou dus niet krachtig genoeg is, of je wil het dus niet echt, dan kun je afvragen, wil ik het dan wel echt? Precies. Of vind ik dit goed en kies ik daarvoor en vind ik dat, ga ik daar dan best voor maken? Dat zeg ik zo ook altijd. En tijdens mijn theatervoorstelling benoem ik ook altijd iemand met extreem overgewicht. Die wil afvallen. Mm-hmm. Want dus zegt diegene... Ja, ik s'avonds, ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Ik snaai gewoon alles. Ik trek gewoon alles uit de kast wat ik heb. Chips, chocola, snoep. Als ik, maar dan wil je het er niet afvallen. Jawel, dat wil ik wel. Ja, zonder moeite. Dan denk ik, ja, dan wil je het niet, zeg ik dan ook. Ja. Dan zeg ik, dan moet je mij ook niet om hulp vragen, want dan wil je het gewoon niet. Ja. Kijk, ik sport 3 keer in de week, doe ik crossfit. Ik ga echt wel 3 keer in de week. Ik ben minder streng voor mezelf als het een keer 2 keer is. Dan denk ik van, nou ja, maar ik doe het wel. Ja. Ik vind het zelf heel belangrijk. Het is een van mijn waarden. Een gezonde leefstijl is mijn belangrijke waarde. Dus leef ik daarna. Leef ik daar niet naar. Wie hou ik dan voor de gek? Ja. Zelf. Ja. Als ik ga zeuren, ik ben te dik. Ja, dan ga ik toch iets aan doen. Dus dat is inderdaad... Dat is die, ik heb op mijn website ook staan... Zonder motivatie geen resultaat. Die intrinsieke motivatie moet er zijn. Ja. En als er die niet is... Ja, ik ben daar ook mee gestopt dan. Hè? Want dan ga ik ook niet aan jou sleutelen. Nee, dan ga je trekken. Ja, want als fysio was dat zo. Dan zei ik ook, als iemand continu rugklachten had... zei ik, ga eens elke dag even een half uurtje wandelen, joh. Ga eens even gewoon wandelen. Ga eens naar buiten. Daar heb ik geen zin in. Ja, dan heb ik eigenlijk neiging om te zeggen... Ja, dan kom je hier ook gewoon niet meer. Ja. Ja, ja, toch? Ja, maar dat is toch zo eigenlijk? Ja, ja, ja. En dat is echt zo. Die intrinsieke motivatie moet er zitten. En als jij voelt, ik wil graag binnenhuisarchitect worden. Boeit mij helemaal niet wat. Dan ga je dat gewoon doen. Kijk, is er even geen geld voor een opleiding? Dat is iets anders. Dan ga je weer kijken, hoe kan ik dat dan weer regelen? Ja. Als de wil er is. En als iemand nou zegt van... dan kom je... Ja, interessante... Ik vind dat altijd interessant, want iemand anders zegt, ja, ik wil het echt zo graag, maar ja, ik ben zo bang voor puntje, mening van anderen, dit en dat. Ja, dat is dan weer het ego, hè? Die beperkende gedachte. Herken ik ook wel, hoor. Dat ik dan wel eens denk van, dat zou ik graag willen, maar ik heb, dat is ook wel een interessante, vorig jaar rond deze tijd, toen ging het niet goed met mijn sportschool.
Ik ben mijn sportschool begonnen september 2019. Mm-hmm. Het was maart 2020, de eerste lockdown. Oh, ja. Toen moest ik dicht. Maar ik was mijn sportschool aan het opbouwen. Yeah. Dus van de ene lockdown in de andere lockdown. Nou, ik was echt aan het water trappelen. Mm-hmm. Ik was echt, ja, bizar vermoeiend was dat. Want ik kreeg ook helemaal niet zoveel toeslagen. Want ik was net begonnen. Dus ik had geen cijfers van het jaar ervoor. Yeah, yeah. Dus ik kreeg geen steun. Maar alles ging door. De huur. Personeel had ik. Ik had techno-gym apparaten. Dus ik had alles geleased. Alles ging door. Ik moest gewoon serieus een paar duizend euro per maand betalen. Yeah. Maar ik had geen inkomsten. Nee. Nou, ik dacht, nou, dan ga ik mijn praktijk gas geven. Want we moeten alles kunnen betalen. En elke maand was zo van, oh, het is weer gelukt. Yeah. Ik had zelf geen salaris kunnen geven. Jarenlang niet. Wow. Dus ik heb echt knijterhard gewerkt tijdens die coronaperiode. Ik kreeg niks voor terug. Ja, niet failliet gaan. Ja. Yeah. Dat was mijn doel. Ik hou mijn hoofd boven water en dood vermoeiend. Uiteindelijk kwamen we uit die corona. Sportschool begon ik weer te lopen. Begon allemaal wel te lopen. Maar de kosten bleven heel hoog. En ik liep natuurlijk achter. Want ik had veel meer leden moeten hebben. Ja. Yeah. Na 3 jaar. Ja. Yeah. Dus het was echt een beetje een soort van trekken aan een doodpaard. Maar ik had zoiets, ik ga niet opgeven. Ik ga door. En ik bleef vechten. Ja, totdat ik vorig jaar zoiets had van, ik ben kapot. Ik kan niet meer vechten. Maar toen zei mijn accountant, je zult moeten, je bent er bijna. En je moet nog 1,5 jaar aflossen. Want ik had natuurlijk heel pand verbouwd tot sportschool. Fitnessapparatuur erin. Hij zei, dus je moet wel. Ik zeg, ik moet helemaal niks. Ik zeg, wat zijn de opties? Hij zei, nou, je kunt het, als je het gewoon zo laat gaan, kun je het failliet laten gaan. Want zo goed sta je er niet voor. Mm-hmm. Ik denk, ja, failliet gaan. Heb ik ook niet zo'n hele goede naam als ik dat ga doen in Oosterwijk. Je kunt stekker eruit trekken, maar dan pak je al je verlies. Dan moet je het komende 1,5 jaar nog alles afbetalen. En alles wat je erin hebt gestoken, ben je kwijt. Ik denk, oh, dat is ook knijterveel geld. Of je gaat door. Nou, en ik voelde gewoon, doorgaan is geen optie. Maar ik vond die andere ook geen optie. Failliet gaan vond ik geen optie. En de stekker eruit trekken en mijn vlies pakken, ja, dat was echt dan ook het gevoel van falen. Dus ik ken dat, van er is eigenlijk geen optie, maar die is er wel. Toen ben ik naar Ibiza gegaan, een weekje. En toen heb ik echt gevoeld van, ik voelde alleen maar, ik had maar 1 antwoord, ik kan niet meer. Ik ben op, ik kan niet meer vechten. Ik wil gewoon rust. En toen dacht ik, weet je, dan kijk ik het monster in de ogen aan. Failliet laten gaan zou makkelijk zijn. Want dan ben ik alles, hè, dan wordt eigenlijk alles gewoon kwijtgescholden. Dan gaan ze kijken, oké, is het ook echt faillissement waardig? En dan vervallen al je schulden. Is dat zo? Ja. Is failliet gaan, dan vervallen al je schulden? Ja, dan wel. Maar waar blijven al die kosten dan? Ja, dat betalen wij. Echt? Is dat zo? Ja. Ja. Echt waar? Ja. Oh, wat lijp, joh. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Oh. Ja, dan is het gewoon failliet en dan gaan ze wel kijken van, is er nergens, heeft ze het nergens begraaid? Want als ik natuurlijk een potje van heb gemaakt, dat had ik niet. Nee. Toen dacht ik, ik wil dat niet. Ik wil mezelf elke dag in de spiegel aan kunnen kijken. Ik denk, ik kan niet meer. Failliet laten gaan wil ik niet meer. Dan stop ik ermee. En dan kijk ik monster in de ogen aan en dan pak ik ook mijn vlies. Nou, dat heb ik gedaan. Dus er is altijd wel een keuze. Dus dat ja, maar en die angsten, je kunt wel kiezen. Dus dan ga je weer op onderzoek uit. Wat wil ik? Wat doe ik? En vooral ook, wat voel ik echt diep van binnen? Die antwoorden zitten er. Ik had toen ook met die sportschool zoiets. Ik kan niet meer. De continu water trappelen en mijn hoofd boven water houden is doodvermoeiend. Ja. Dus het zit er gewoon. En dan is het, heb je de moed om een keuze te maken? Ja. Heb ik ook wel een paar maanden over gedaan, hè? Dus het is ook niet meteen van, oké, nou, dan kies ik. Ja, 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 ja. Dat kost even tijd. Ja, maar tuurlijk. Dat is ook echt gewoon voelen. En ja, ik had de keuze gemaakt en ik heb nu gewoon, dat mag je best weten, want daar ben ik ook heel open over. Ik betaal nu gewoon elke maand 2500 euro. Dat gaat gewoon, kan ik net zo goed weggooien. Hoe lang? Dat is allemaal afbetalen, nog 1 jaar ongeveer. Oké. Tot 1 juli 2025. Maar dan kan ik eigenlijk gewoon elk jaar een soort van weggooien. Ja, ziek. Ja, en toch heb ik zoiets van, het is oké. Maar waarom heb je eigenlijk niet voor failliet gekozen dan? Omdat ik dat gewoon niet fijn vond. Een faillissement is niet zo mooi als lijkt, hè. Dan heb jij schuldeisers. Want de huurbaas krijgt zijn geld niet meer. Ja. De Rabobank, waar ik een lening heb lopen. Dus
als ik ooit een keer bij de Rabobank aan wil kloppen of bij een andere bank, die zeggen ook, hey, bekijk het maar. Oké. Maar Techno Gym. Dus dan heb je schuldeisers, die zijn nou ook boos op jou. En die energie wilde ik ook gewoon. Oké, maar heb je nou die kit verkocht? Ja, ik heb het uiteindelijk is het overgenomen door een andere sportschool. En dat gaat nu hartstikke goed. En ik ben gewoon doorgaan met mijn praktijk. Mijn praktijk is gewoon een gezond bedrijf. Ja. Dus ik kan nu ook gewoon dat geld, die aflossing kan ik gewoon betalen. Ik heb ook iemand die doet mijn social media. Die betaal ik ook gewoon. En ik geef mezelf salaris. Nu is het oké. Met praktijk vitaal is gewoon alles nu ook wel oké. Dus het is gewoon een les geweest. Nou ja, het is me eigenlijk wel een soort van overkomen, denk ik. Die corona is iedereen overkomen. Ja. En dit is mij gewoon overkomen. Ja. Harde les wel, hè? Zo. Want dan kom je er ook achter dat geld wel belangrijk. Oh ja, zeker. Geld ja. is niet belangrijk, geld maakt niet gelukkig. Nou, ik kan jou vertellen, ik heb dan Maarten is meegekapt. Mijn kind is gereanimeerd. Bijna failliet. Financiële stress is echt wel heavy shit. Ja. Dat vond ik echt. Ja. Dat vond ik echt heavy shit. Dus er is altijd de keuze. En als jij gaat denken, ja maar en wat als. Denk gewoon na wat je echt diep van binnen wil. Het antwoord zit er gewoon. En ik had gewoon de hele tijd, ik zei gewoon elke keer weer opnieuw, ik kan niet meer. Ja, dat is toch het antwoord. Als je niet meer kunt, moet je stoppen. Ja. Als je doorgaat, kom je in een burn-out. Ja. Als ik door was gaan met water trappelen, was ik op een gegeven moment erom. Ja. Ja, 100%. Kan niet. Hou je niet vol. Oké. Bizarre journey. Ja, echt hè? Ja, mooi. Ja, en ik zeg altijd, dat is wel grappig, ik zeg altijd, ik ben zo gelukkig. Dan denken mensen altijd van, nou. Nou. Ja, maar ik zie het echt als lessen. Ja. En ik denk ook dat jij in je leven krijgt wat je aan kan dragen, denk ik echt. Denk ik echt. En soms denk ik ook, hè, vorige week heb ik dan mijn hond in moeten laten slapen van 3. Dan denk ik ook van, fuck it, wanneer is het nou een keer klaar, joh? Nou moet je gewoon kappen. Nou wil ik ook gewoon een keer even alleen maar leuke, positieve dingen meemaken. Maar dan merk ik ook, dan laat ik mijn hond in slapen. Maar ondertussen is er ook zoveel moois. Ja. En dat moet je kunnen zien. Ja, kunnen blijven zien. Stilte. Ja. Ja, dat is altijd zo. Dat is ook niet het einde van de wereld. Kijk, dan denk ik ook, ja, ik kan er niks aan veranderen. Het is wat het is. Ja. En het is verdrietig, maar ja. En geloof je in God? Heb je een bepaald geloof? God niet per se. Ik geloof wel in dat er iets is. Ik weet niet of het God is, maar ik geloof wel op zich. Maar ik weet niet of het God en Jezus zijn die daar op ons zitten te wachten, dat weet ik niet. Maar ik geloof niet dat als we dood zijn, dat er niks meer is. Onze ziel die moet toch iets. Ja, ons lichaam is dan klaar, maar ik denk dat we onze energie, onze ziel, dat daar wel iets mee gaat gebeuren. Ja. Wat geen idee, maar ik heb wel vertrouwen in dat dat mooi is. Ja, daar komen we vanzelf achter. Precies, allemaal. Mooi. Allemaal. Ja. Mooi. Ik voel dat ik hem langzaam wil afronden. Ik sluit hem af met mijn laatste vraag, die ik altijd stel aan iedereen. Voor de mensen die deze podcast, dit gesprek hebben geluisterd. Wat wil je aan iedereen die nu nog steeds luistert vanuit je hart meegeven? Leef naar je waarden. Echt naar je waarden leven. En met waarden, niet iedereen weet wat waarden zijn. Maar wat wil ik echt? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Vind jij bijvoorbeeld een gezonde leefstijl belangrijk? Hanteer dan een gezonde leefstijl. Vind jij werk belangrijk? Ga dan dat werk doen waar je blij van wordt. Vind je relatie belangrijk? Zorg dan dat je in een relatie zit waar je energie van krijgt. Maar leef naar je waarde. Ja, ik heb wel een goeie nog. Die ga ik jou ook meegeven. Misschien ken je hem nog niet. Ik heb een test. Die kun je maken. En dan kun jij door middel van steeds te kiezen, kun jij jouw persoonlijke waardes ontdekken. Jouw 5 belangrijkste. Automatisch. Geweldig. Als je die wil ontvangen, DM mij op Instagram even waarde, WAARDE, en dan stuur ik je die toe. Ik wil jou bedanken. Ja, voor de mensen die denken, hey Joyce, interessant, ik ga eens even kijkje nemen wat ze allemaal doet. Ik zet jouw Instagram gewoon in de beschrijving. Stel mensen hebben een vraag, kunnen ze jou gewoon een DM sturen? Ja hoor, DM, mailtje, kom op. Zeker. Helemaal goed. Ja, ik wil je wel bedanken. Jou als luisteraar bedanken. Doe nog even trouwens een like hier omhoog op YouTube. Abonneerknopje aan als jij vaker deze podcast wil luisteren. En dan zeg ik zoals altijd, geniet bewust van dit moment. En tot de volgende.